This is Zuli. She's 14 years old and was born in China. Albinism is a rare group of genetic disorders that cause the skin, hair, or eyes to have little or no color. Albinism is also associated with vision problems. Er zijn ook heel veel overeenkomsten. Ik bedoel, ik ben een mens en ik kan praten net zoals iedereen. Maar er zijn ook zeker wel verschillen, want ik kan bijvoorbeeld niet goed tegen het licht. En daarom moet ik meestal een zonnebril buiten aan. Terwijl andere mensen denken van, waarom heb je je zonnebril aan? Ik moet nu een beetje zonnebrand opsmeren, omdat ik straks naar een buitenshoot ga. En anders dan verbrand ik. Not only does Zuli have to face the challenges of being unique, but the natural elements take their own toll on her too. Ik heb dus deze stok en dit is om te tasten. Maar ja, soms is die best wel onhandig. Maar bij het vliegveld is die bijvoorbeeld heel handig, want dan krijg ik voorrang in de rijen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Oh, ja. Je mag hier in hout geven, dan pak je hem zo, hè? With her modeling work, Zuli wants to make people more aware that albinism is not an abnormality and is fighting for change in discriminatory countries. Waarom ik eigenlijk begonnen ben met modellen? Dat is omdat ik graag meer begrip wilde creëren voor kinderen die albinisme hebben. Dat kinderen die albinisme hebben ook gewoon voor hun rechten moeten op kunnen staan. En gewoon hun gezicht moeten laten kunnen zien. En niet dat ze anders zijn, dat ze dan imperfect zijn. Iedereen heeft wel iets imperfects. En dat vind ik juist heel mooi, dat ik gewoon het kan laten zien met mijn gezicht. Dat ik trots ben op dat ik wat anders ben dan andere mensen. Nou, de fotoshoot was echt superleuk. Maar er was één nadeel: licht. Licht is niet mijn vriend, maar ik heb het wel nodig. Ik was 3 jaar toen ik dus geadopteerd werd door een hele aardige moeder in Nederland. Want de reden waarom ik de vonding ben gelegd, omdat kinderen in China gewoon hetzelfde moeten zijn. Ze moeten geen afwijkingen hebben, want anders brengt het ongeluk voor de familie. Bijvoorbeeld als je albinisme hebt, dat brengt ongeluk voor de familie. En daarom ben ik dus geadopteerd. Zuli has a busy schedule. Besides modeling, Zuli also likes sport. She partakes in judo, which is extremely difficult with only 10% of her eyesight. Zuli trains at a high level, competing in and winning judo events across the Netherlands. Not only is Zuli a sportive type, Zuli also likes to spend her time being creative. Nou, na school ga ik dus Lego bouwen. Dat doe ik niet elke keer, maar vandaag vind ik het leuk om te doen. En ik bouw Lego omdat ik het voelt fijn, want je hoeft er niet goed voor te kunnen kijken. Je kan gewoon voelen wat je doet. En dat maakt het ook wel weer prettig, want voor heel veel dingen in het leven moet je heel erg kijken. Nou, ik zet me dus in voor andere mensen. Bijvoorbeeld doe ik dat met de Joseph Atona Foundation. En hij helpt kinderen in Tanzania die albino zijn. Die moeten bijvoorbeeld in albino gevangenissen zitten, omdat ze op straat gewoon gevaar lopen. Want dan zitten de wish doctors achter hun aan
En die willen dan hun leden maten. En wish doctors zijn mensen die denken dat in lichaamsdelen van albino's geneeskrachtige middelen zitten. Maar dat is natuurlijk onzin. Zuli may have some struggles in life, but that doesn't stop her from standing up to violence against albinism.